Frank, hoe kijk je terug op de wedstrijd tegen FC Emmen? Ik heb qua uitslag een 0 tegen een ploeg die Toys één keer verloren heeft en maar 4 keer gelijk gespeeld heeft en 1 keer gewonnen. Van buiten gezien punt gehaald. Maar natuurlijk onze doelstelling is natuurlijk groter als alleen een punt halen. De wedstrijd was zeker niet in vergelijking met PSV hetzelfde. Daarom heb ik zo twee oder hinken twee gedachten in mei. Beetje teleurgesteld, maar ook tevreden toneel gespeeld. En, ja, ik ben altijd nog niet duidelijk in mijn hoofd, was het goed of niet goed. Vooral na de wedstrijd tegen PSV. En dan moet ik als trainer ook zeggen, goed, dat hebben we ook gedaan, mitten van de weg. Is goed, is het gebeurd. We praten in analyse altijd over de wedstrijd. En nu focussen we op Utrecht. Ja, welke positieve punten kun je dan meenemen van Emmen? Nou ja, we hebben 0 gespeeld. Dat is ja ook een belangrijke situatie. En daarom, en ze hebben ook... ik heb van het begin aan gezegd, dat is een vechtwedstrijd. En ze hebben ook de gefecht, ze hebben ook probeerd. En niet probeerd, ze hebben ook doorgezet, duelkracht. Ze hebben intensiteit, was goed. De verwachtingen zijn natuurlijk ook groter. Maar de tegenstander Emmen is niet de tegenstander PSV. PSV heeft ons ruimte gegeven, die we gebruiken kunnen. Emmen heeft uns keine Räume gegeben, die sind Toys mit 11 Mann vor der Box gestanden. Und dann ist auch mulig, natürlich da dort zu kommen. Darum habe ich ja sicher, es sind so zwei Dinge in meinem Hoft. Ich muss auch als Trainer dann sagen, gut, das ist nun so gebührt, wir müssen euch die Dinge lehren und fertig gehen. Und Utrecht ist wer in euch Wettstreit. Und dann der Gegenstander von kommenden Sonntag. Begon het seizoen wat wisselvallig, maar FC Utrecht heeft de laatste drie wedstrijden gewonnen. Hoe kijk je naar die ploeg? Ja, het is ook in de beginfase een uitdaging. De formatie te vinden, de speelwijze om te zetten. Maar het is een heel clevere groep qua leeftijd. We hebben heel veel spelers in vergelijking met ons, die ouder zijn, ervaren zijn. En die kregen de situatie ook met een nieuwe trainer sneller in grip. Nu hebben ze ook een goede... ja, einen guten Weg mit 3 Überwindungen, 8 LK. Wir haben heel viel Selbstvertrauen, spielen Toys. Ist eine große Herausforderung für uns. Utrecht ist heute eigentlich auch eine von den besseren Pluchen in der Eredivisie. Ist dann auf 7 auf dem Moment. Oder 6. Ja, 6. Und darum, ja, aber wir sind ja auch. Basic mit Eudachingen, darum kriegen wir auch einer Eud auf den Wettstreit. Weil wer können wir uns beweisen und wer können wir uns entwickeln? Wie sind denn nicht beschikbar Sonntag? Das ist auch ein Eudaching. Altijd noch die Jungs, die lange Blessuren haben, so als Musamba, Van Gelderen, Verripsheft, altijd noch Probleme. Abraham heeft nog problemen met zijn spieren. Süßloff, ik ben verbaasd, wordt beter en beter, maar is nog niet klaar. Ja, en dan zijn zo kleine dingen. Na de kunstgrasstechen Emmen hebben onze spelers zo als duarte probleem met zijn knie. Kunstgras is natuurlijk hard geweest. En hij neemt toch sinds weken zo'n beetje problemen mee met zijn knie. En na zo'n kunstgraswedstrijd is dat natuurlijk erger. Ich denke, er kann spielen und Balker hat auch mit seinem Knie da Probleme gehabt und ich hoffe, dass er spielen kann.